Nunes. Vandaag je verjaardag, hè? Nog een zo'n intro heb je dan nooit gehad. In ieder geval, kunstenaars, hartelijk welkom, ook Annemarie. Hartelijk welkom dat je nog tijd hebt kunnen vrijmaken in die toch wel drukke agenda van je. Voor degene die Annemarie niet kennen, Annemarie is de burgemeester van Almere, ofwel de burgemeester van Flevoland, geloof ik tegenwoordig. Ja, oh nee. Misschien binnenkort, maar goed. Hartelijk welkom allemaal. ULEP bestaat 5 jaar. 5 jaar van groei, 5 jaar breedband, 5 jaar nieuwe diensten. En 5 jaar ook dat wij ons een beetje zelfs verbonden vinden met kunst. Kunst is toch de stimulator voor heel veel dingen, innovativiteit, maar ook voor de medewerker. En vandaar dat we de 5 jaar toch een speciaal karakter willen geven, een speciale expositie willen hebben. En daarom hebben we toch een aantal 4 gerenommeerde kunstenaars uitgenodigd. Ea Simon van den Berg, Charlotte Molenkamp, ik zie dat iets zo staan, maar ja, is aanwezig. Suzanne Roever en Manuska Mets. We hebben ook Annemarie natuurlijk in ons midden. Annemarie is 4 jaar geleden ook bij ons geweest. Die heeft de eerste opening verricht. Dit is nummer 8 in het kader van de kunstexpositie. En we zijn zeer vereerd dat je hier aanwezig bent. 3. De pers is aanwezig. We hebben al een aantal publicaties mogen zien in bladen en dagbladen. En last but not least, we hebben een muzikaal intermezzo door Shani Shaleen en Frank Irving. Die zijn bekend van het programma Gegrijzeld. Heb ik me laten vertellen. De wereld draait door. Ja. Zij trekken ook door het land met een voorstelling. We zijn zeer blij dat jullie hier aanwezig zijn. Nu wil ik me eigenlijk ook een beetje concentreren op Christine. Voor degenen die haar kennen. Zij organiseert iedere keer die kunstexposities hier. We zijn zeer blij en zeer vereerd dat je hier weer aanwezig bent met een geweldige kunstexpositie hier, Christine. Ik wil graag jou het woord geven om ieder individuele kunstenaar te introduceren.